Welkom. Een vijfhonderdtal mensen hebben zich ingeschreven voor dit webinar over het havenrapport van de Nationale Bank 2018. En ik was eigenlijk niet zinnens om de nogthans talrijke prominente deelnemers bij naam te gaan verwelkomen. Maar ik ga toch graag één uitzondering maken voor onze kersverse nieuwe voorzitter van de Regentenraad, mevrouw Claire Tillekaerts, die ook hier aanwezig is nu. De meesten onder u kennen haar trouwens als de dynamische CEO van Flanders Investment and Trade. Welkom Claire, je kunt niet antwoorden, want dit is een webinar. En dus of u nu thuis op de microfoon iets meldt of niet, ik zal het toch niet horen. Maar in ieder geval welgekomen, samen met de vele honderden die ons op dit ogenblik ook vervoegen. Les participants francophones m'excuseront que je vais utiliser la langue de Vondel tout au long de la présentation, puisqu'une énorme majorité des participants est néerlandophone. Het havenrapport 2018, en het is alweer bijna de 30ste editie, de eerste was in 1991, is uitgevoerd dit jaar door onze analist microeconomie Ilse Rubrecht met de hulp van Koen Burggraven voor het luikje over Brexit. Ilse zal trouwens straks na de toelichting instaan voor de organisatie van de Q&A. Want u kunt via de chatbox tijdens mijn toelichting al vragen stellen of commentaren geven als u dat wil. Alvast zeggen dat het jaartal 2018, en dat weten de trouwe volgers van onze havenrapporten, dat is geen typo. Hè. Vermits de Nationale Bank werkt met de gestabiliseerde cijfers van de neergelegde jaarrekeningen, kunnen wij een weliswaar zeer betrouwbaar beeld presenteren, maar het is natuurlijk, dat weten wij ook wel, niet altijd het meest actuele. We gaan dat dit jaar wat opvangen door ook wat in te zoomen op de verwachte impact van de COVID-19-crisis. Op de volgende slide geef ik voor de ongeduldige mensen die weinig tijd hebben, die extreem weinig tijd hebben, al meteen de belangrijkste takeaways. In 2018 nam de toegevoegde waarde iets wat af, maar met 32 miljard euro zijn de Belgische havensector en zijn directe leveranciers toch nog altijd goed voor 7% van het Belgische bruto binnenlands product. Dus toch nog even onderlijnen, het gaat hier over de directe en indirecte effecten in termen van toegevoegde waarde. In wat volgt in de presentatie zal ik heel vaak over de directe toegevoegde waarde in het bijzonder spreken. De totale investeringen en ook de jobs namen toe in 2018. We spreken opnieuw direct en indirect over 250.000 voltijdsequivalenten. Dat is dus enorm veel gezinnen. En tenslotte, al valt de coronaklap zeker niet te onderschatten, er zijn een aantal hoopgevende tekenen van veerkracht voor de Belgische havens. Goed, laten we eens kijken naar slide 3, want dat maakt een en ander misschien grafisch een klein beetje aanschouwelijker. De rechtse grafiek toont de ontwikkeling sinds 2013 van de drie vermelde parameters. Dus je ziet in het rood de directe toegevoegde waarde. En u ziet dat die dus een kleine terugval kent tegenover het recordjaar 2017. In het geel ziet u de investeringen. Die kende een heel grote vlucht in 2018, maar dat is voor een belangrijk stuk door een fusieoperatie bij de rederijen. En wat verderop in de presentatie zal ik de trend in de investeringen geven zonder die operatie. In het groen zie je de directe tewerkstelling. Dus de directe, niet datgene wat ik in het begin zei over de 250.000 voltijdsequivalenten direct en indirect, maar louter de directe tewerkstelling. En die heeft in 2018 ook een lichte toename gekend, eigenlijk in een context van vrij grote stabiliteit in de afgelopen 5 jaar. De economische groei, dat moet je zeggen, die gaat in de Belgische havens eerder gepaard met een toename van de productiviteit dan met het creëren van bijzonder veel extra jobs. En dan in het blauw ziet u, een beetje als een soort ruggengraat voor al die parameters, ziet u de evolutie van het goederenverkeer. En dat goederenverkeer heeft in 2018 eigenlijk een mooie toename met 4,9% laten optekenen. Daarbij moet u bedenken dat 2018 een jaar was waarin België en ook de eurozone eigenlijk een kleine groeivertraging kende, grotendeels toe te schrijven aan een zwakke externe vraag, aangezien de mondiale groei was teruggelopen na een uitzonderlijk
hoge groei in 2017. En dat maakt eigenlijk de resultaten nog wat verdienstelijker. Dat blijkt ook een beetje als je links kijkt. Hè. Dan kijk je naar de vergelijking in het blauw voor wat de zeehavens betreft, in het rood voor wat de binnenhavens betreft. Je ziet daar dat de vergelijking tussen onze zeehavens en die van de Hamburg-Le Havre Range, dat die vrij voordelig voor ons uitkomt. Dus de Hamburg-Le Havre Range, dat slaat eigenlijk op de vergelijkbare concurrenten, of conculega's, zo je wil, in Frankrijk, Nederland en Duitsland. Dat gaat dan over Le Havre en Duinkerke in Frankrijk, over Amsterdam en Rotterdam in Nederland. En dat gaat over Bremen en Hamburg in Duitsland. U ziet dat ook onze binnenhavens, Brussel en Luik, het vrij goed deden in 2018 in vergelijking met bijvoorbeeld Parijs en Duisburg. Nu, in de volgende 6 slides, die ik niet allemaal in detail ga toelichten, lees het rapport. Ik wil proberen een soort sectoraal beeld te schetsen van de 3 onderzochte parameters. Dat wil zeggen de toegevoegde waarde, de investeringen en uiteraard ook de tewerkstelling. En ik ga dat doen door telkens eerst in een eerste slide een beeld te geven van de afgelopen 5 jaar. En vervolgens nog in te zoomen met een volgende slide op een blik op het jaar 2018 zelf. Nu, op deze slide hier, op slide 4, ziet u op de zwarte streepjeslijn, ziet u de evolutie van de directe toegevoegde waarde voor alle Belgische havens samen. De knik van 2018 laat niet weg dat er een duidelijke stijgende trend sinds 2013 zichtbaar is. In 2018 bereikte die directe toegevoegde waarde juist geen 19 miljard euro. En ik kan niet genoeg benadrukken dat, hoewel toegevoegde waarde eigenlijk voor leken zelden een heel sexy concept is, maar ik kan niet voldoende benadrukken hoe cruciaal de toegevoegde waarde is voor de havenbedrijven om hun werknemers te kunnen vergoeden, om machines te kunnen afschrijven, om voorzieningen te kunnen aanleggen, om met andere woorden ook te zorgen voor een positief bedrijfsresultaat, niet alleen in het jaar zelf, maar ook in de toekomst. U ziet links, ziet u de evolutie van de 5 grootste maritieme sectoren. En je ziet daar dat de blauwe lijn, en dat is de lijn van de grootste maritieme bedrijfstak, dat gaat over de goederenbehandeling, cargo handling in de grafiek, die houdt eigenlijk nog wel ongeveer gelijke tred met de algemene stijgende tendens. Maar rechts ziet u dat het vooral bij de niet-maritieme sectoren is, dat die groeiende tendens meer uitgesproken is. Dus daar heb je sectorale cijfers die het algemeen gemiddelde zelfs overschrijden. En daarbij moet je bedenken dat zeker in termen van dimensie de scheikunde, de chemie in het rood en de handel in het grijs, dat de grootste bedrijfstakken zijn. En die dus eigenlijk een mooie bijdrage leveren aan die stijgende toegevoegde waarde. Wat daar al meteen opvalt, is de neerwaartse knik van de fuel in het groen. Die valt hier op, maar die zal nog duidelijker tot uiting komen in de volgende slide met de evolutie van 2018 tegenover het voorgaande jaar. We gaan die even tonen, die volgende slide. Daar ziet u inderdaad hoe we de daling voor wat 2018 betreft, dus een vermindering met 2,9%, hoe we die sectoraal kunnen uitleggen. En je ziet dat grotendeels te verklaren is door de energiesector, dat is dus het lichtblauwe balkje, en door de fabrikage van geraffineerde aardolieproducten, dat is het donkerblauwe deel. De daling in die 2 sectoren is in het bijzonder te wijten aan een lagere beschikbaarheid van de kerncentrales, dat geldt vooral voor het lichtblauwe deel natuurlijk, en aan lagere raffinagemarges. Dat is meer een kwestie die in de fuel production een effect heeft gehad. Goed, laten we eens kijken naar de volgende slide. Die toont namelijk de evolutie van de investeringen over de periode 2013-2018, dus opnieuw over de afgelopen 5 jaar. En ook hier ziet u de stijgende trend in de periode, als u de zwarte streepjeslijn volgt en zeker als u dan, voor wat het laatste jaar betreft, nog eventjes de stippeltjes volgt. Maar goed, ik heb het al aangekondigd, als we zouden corrigeren voor de in 2018 gerealiseerde grote overnameoperatie, dat is Euronav die een Amerikaanse rederij heeft overgenomen, dan buigt het totaal aan investeringen iets naar beneden af. En nu, als we niet alleen kijken naar de trend, maar ook naar de omvang van de bedrijfstak,
Wat stellen we dan vast in termen van welke sectoren, in termen van investeringen, het meest van belang zijn gebleken? Wel, we stellen vast dat de investeringen vooral gedreven werden door de scheikunde, door de energie, door het goederenvervoer en door de fabrikage van geraffineerde aardolieproducten. Maar ik denk dat ook iedereen zal zien, dat het valt ook echt wel op, dat de investeringen natuurlijk relatief volatiel zijn. Ze worden de facto beïnvloed door het afronden van grote investeringsprojecten. Denk maar aan de nieuwe coker unit van ExxonMobil Petroleum and Chemical voor de productie van zwavelarme transportbrandstof. Die is afgerond geweest en natuurlijk wanneer dat achter de rug is, dan merk je dat ook in de investeringscijfers van het jaar daarop. We gaan misschien in die volgende slide dat wat kunnen toelichten. Wanneer we op die volgende slide dat laatste jaar bekijken, dan zien we dat we dus zonder die fusieoperatie een daling optekenen van de investeringen van 4,4%. Maar zoals gezegd, ze zijn deels te verklaren door een aantal investeringsprojecten die afliepen. Waardoor eigenlijk de investeringsvolumes in 2018 terug op een meer normaal niveau van vroegere jaren stranden. Maar ik ga aarzelen om dat woord stranden te gebruiken, want de afgelopen jaren waren die investeringen eigenlijk relatief robuust. Zeker als we kijken naar de private kant. De publieke investeringen, daar kunnen we bij gelegenheid misschien in de Q&A nog een woord over zeggen. Maar langs de private kant valt op dat de laatste 5 jaar onze havenbedrijven echt wel meegeparticipeerd hebben aan de inspanningen van de Belgische economie om te blijven investeren. Maar goed, we zijn op zoek naar verklaringen voor de daling van 4,4%. De lagere investering in de metaalverwerkende nijverheid, die is bijvoorbeeld deels te verklaren door ArcelorMittal, die in 2017 een enorm bedrag heeft geïnvesteerd in een nieuwe oven voor de verzinkingslijn, ja, terwijl in 2018 die investeringen naar een normaler niveau terugkeren. Hetzelfde geldt voor de autofabrikage. Daar heb je Volvo Cars Belgium die geïnvesteerd heeft in een nieuw CMA-autoplatform in 2017. En ja, dat soort dingen doe je niet elk jaar. Er zijn trouwens ook sectoren waar extra investeringen zijn gebeurd, zoals bij de goederenbehandeling, waar een aantal opslagtankprojecten werden uitgevoerd. Ik ga dan naar onze derde parameter gaan. Slide 8, die toont de evolutie van de directe tewerkstelling. Dus opnieuw, u moet in de gaten houden dat we hier spreken over de mensen werkelijk rechtstreeks aan de slag in dienst van havenbedrijven. Die evolutie die vertoont over de afgelopen 5 jaar een relatief stabiel verloop. De tewerkstelling die bleek vooral ondersteund door de extra jobcreatie bij de goederenbehandeling, bij de scheikunde, bij de overige logistieke diensten. En u moet eigenlijk weten dat sinds de financiële crisis van 2008-2009 de werkgelegenheid negatieve groeicijfers had gekend tot en met 2015, met uitzondering van het jaar 2012. Maar pas vanaf 2016 begon het aantal voltijdsequivalenten zich langzaam te herstellen, zonder dat we eigenlijk het pre-crisisniveau van voor 2008 hebben kunnen bereiken. Ik ga daar straks nog een slide over tonen, want dat is misschien wel relevant als we trachten een blik te werpen op het effect van de coronacrisis-impact. Wanneer we dan op slide 9 kijken naar de evolutie van het laatste jaar, zien we dus die beperkte heropleving van 1% in de totale tewerkstelling. En die kwam dus het afgelopen jaar, die kwam vooral voort uit een hogere tewerkstelling in de goederenbehandeling. Ja, dat is dankzij de stijging in het maritiem goederenvervoer in 2018, dankzij ook extra jobs in de bouw, ook opnieuw in de scheikunde en in de overige logistieke diensten. De metaalverwerkende nijverheid, dat is dus dat negatieve blauwe balkje dat u daar ziet, onder de nul. Dus de metaalverwerkende nijverheid die heeft dus geleden onder het lagere aantal orders dat staalproducenten zoals ArcelorMittal hebben ontvangen. Dan kom ik aan een slide die misschien in zijn kleurenpracht voor u wat psychedelisch kan overkomen, maar ik weet ook wel dat heel veel CEO's van havenbedrijven echt goesting hebben om nu snel een screenshot te maken. Want in deze slide
Geven we nu even voor elke haven afzonderlijk een beeld voor die drie parameters waar ik het net over heb gehad. U moet misschien eens rustig ook het rapport lezen, hè, om een blik te kunnen werpen op die cijfers en om te zien hoe die in een context worden gezet. Maar u heeft toch in ieder geval hier een beeld van wat voor elke haven afzonderlijk die ontwikkelingen betekende. Ik geef eerlijk toe, er is ergens iets verraderlijks aan een grafiek waarin ik de grootste haven, die instaat voor 59% van de directe toegevoegde waarde, waarin ik die broederlijk zet naast de kleinste havens, die dan goed zijn voor 3 of 4% van de totale toegevoegde waarde. En ik zet die dan allemaal netjes op 100. Ja, oké, dat zijn vergelijkingen waar je altijd een beetje aandacht moet hebben voor de dimensies. Het is zo, in kleine havens kunnen schommelingen van één groot bedrijf, en ik weet dat Fons Moens waarschijnlijk nu aan het kijken is naar die prachtige oranje grafiek links van de haven van Brussel, maar het effect van één bedrijf, Solvay in Brussel in caso, kan enorme schommelingen teweegbrengen in zo'n kleinere haven. Apropos die concentratie van het belang van de top 5% bedrijven, dat is eigenlijk niet iets dat exclusief geldt voor de wat kleinere havens. We hebben dat in eerdere rapporten al kunnen aantonen. Die sterke concentratie van een aantal bedrijven die echt ook wel het leven bepalen van een haven, dat geldt eigenlijk ook voor de grotere havens. Maar noteer ook, zeker in de middelste slide, hoe volatiel de cijfers over investeringen kunnen zijn. Ja, omdat ze natuurlijk nu eenmaal aan specifieke investeringsprojecten schatplichtig zijn. En die zorgen voor een opstoot gedurende een bepaalde periode, maar kunnen uiteraard dan ook weer een neerval veroorzaken op het ogenblik dat die dingen tot maturiteit zijn gekomen. Ziezo. Dus ik kan niet voldoende aanmoedigen om voor wat deze slide betreft om te zeggen van consulteer even het verslag, want het verslag geeft natuurlijk heel wat meer details die je toelaten van uw positionering binnen het geheel van de havensector te kunnen bekijken. Goed, ik ga in het tweede deel de cijfers van 2018 verlaten in een poging om een paar verstandige dingen te zeggen over een hoogst speculatief vraagstuk, namelijk de impact van COVID-19 op onze havens. En zoals iedereen weet, dat kan zowel gaan over interne operationele verstoringen, dus het feit dat personeel minder beschikbaar is of dat er extra veiligheidsvoorschriften moeten worden gevolgd. Het kan ook gaan over externe operationele verstoringen, bijvoorbeeld slechtere bevoorrading door blank sailings. Hè. Dus blank sailings zijn afgelaste, geannuleerde vaarten. Of juist omgekeerd, door het blijven toekomen van schepen op een ogenblik dat de distributie naar het hinterland al is stopgezet. En dat geeft uiteraard ook logistieke problemen. Maar het gaat een derde, en dat derde punt is waarschijnlijk wel het belangrijkste, zeker structureel, over een aanhoudende verstoring van de vraag als gevolg van het zeer gevoelig afnemen van de industriële en economische activiteit. Daarbij is het belangrijk om te onthouden, en wat dat betreft is dat al een begin van een kleine bron van misschien een mogelijk optimisme, het besef dat niet alle havens in gelijke mate worden getroffen. En heel belangrijk daarbij is de geografische diversificatie. Zo verschillen havens in de blootstelling aan bijvoorbeeld de Chinese containertrafiek. Ik ga u één belangrijk voorbeeld geven. In 2019 kwam 24% van de containeroverslag in de haven van Rotterdam uit China. 24%. Terwijl dat in Antwerpen slechts 12% van het totaal uitmaakt. Dus de helft eigenlijk. De negatieve impact was dus voor Rotterdam veel groter. Hoe gediversifieerder de portefeuille van getransporteerde goederen in termen van geografische herkomst, hoe veerkrachtiger, denk ik, een haven kan zijn voor externe schokken. En ik geloof persoonlijk ook dat productdiversificatie daar ook een rol in speelt. Een ander voorbeeld, we merken bij de Nationale Bank de afgelopen maanden een gevoelige toename van de export, de Belgische export van de pharma naar China. En dat heeft niet, dat zou je kunnen denken, dat heeft niet met COVID te maken, niet zozeer met COVID, maar dat heeft veel meer te maken met het feit dat een reeks medicijnen een erkenning hebben gekregen voor de Chinese markt.
En dus met andere woorden, het is een zaak van goed te kijken hoe de productdiversificatie en misschien vooral de geografische diversificatie potentiële impact kan hebben op onze havens. In een volgende slide wil ik u tonen, als we ons trachten een idee te vormen wat de schade kan betekenen van een coronacrisis op de havenactiviteit, dan kun je misschien baat hebben bij een blik op hoe en hoe snel de Belgische havens zich hebben hersteld in de nasleep van de financiële crisis. Dat is die rode stippenlijn die u daar in het midden van de grafiek ziet, de crisis van 2008-2009. Dus daar gaat deze slide over. En wat toont die grafiek? Wel, die toont dat de toegevoegde waarde van de Belgische havens, die een flinke neerval kende, dat die al de eerste tekenen van herstel vertoonde in 2010. Ook al bleef de groeidynamiek in de jaren daarna vrij traag en heeft het geduurd tot 2015 vooraleer de groeicijfers weer echt positief werden. De werkgelegenheidscijfers, dat is dan de blauwe lijn, de werkgelegenheidscijfers, niet de blauwe, dat is de zwarte lijn, sorry. De werkgelegenheidscijfers, dat is de zwarte lijn, die waren wat somberder. En die toonde met uitzondering van 2012 eigenlijk negatieve groeicijfers tot het jaar 2015. In die periode daalde de directe werkgelegenheid, gemeten in voltijdsequivalenten, van zo'n 124.000 in 2008 naar zo'n 115.000 arbeidsplaatsen. Dus toch wel een verlies van 9.000 voltijdse jobs. Maar opgelet, dit is ook weer zo'n grafiek waar de Nationale Bank een klein beetje een patent lijkt op te hebben. Het is er één met een linkerschaal voor de toegevoegde waarde en een rechterschaal voor de tewerkstelling. En in alle grafieken moet u dat doen, maar zeker in dat soort grafieken moet u toch ook altijd de dimensionering van de schaal goed in de gaten houden. De blauwe lijn van de toegevoegde waarde, die neemt toe, als u kijkt naar het jaar 2000, die neemt toe van 12 miljard naar 19 miljard. Dat is een toename van bijna 60%. Tegenover de zwarte lijn, die fluctueert, maar die fluctueert in een veel smallere band van nog geen 10%, tussen 115.000 en 124.000 voltijdsequivalenten. En dus, ik herhaal wat ik in het begin al zei, alles tezamen karakteriseren de Belgische havens zich eerder de laatste jaren door een vorm van stabiliteit van de tewerkstelling, ondanks het feit dat men een toename van de toegevoegde waarde kent. En dus dat is eigenlijk met andere woorden gewoon een illustratie van een toegenomen arbeidsproductiviteit. Nu goed, dat is allemaal heel interessant om eens te kijken naar wat de vorige crisis ons heeft veroorzaakt. Maar de echte vraag is natuurlijk in hoeverre de financiële crisis wel te vergelijken is met de COVID-19-crisis in aard en in omvang. En in slide 13, de volgende, gaat u zien hoe de Nationale Bank verwacht dat ten eerste de COVID-19-crisis voor de Belgische economie, ik spreek dus hier over het geheel van de Belgische economie, dat die nog dieper zal zijn. Maar dat, hoewel het herstel langzaam en vrijwel zeker nog onvolledig zal blijven, dat de meeste economen relatief optimistisch zijn dat de normale groei al in de loop van 2022 zou kunnen worden hervat. U ziet wel dat we hoe dan ook, ten gevolge van die COVID-crisis, dat we structureel ten opzichte van het aanhalingstekens normale pad toch wel 4% BBP kwijtraken, wat toch eigenlijk een belangrijk welvaartsverlies is. Maar u ziet ook wel dat de groeicijfers vanaf pakweg 2022 in de ramingen van de meeste economen terug op een wat normaler groeiritme zouden moeten komen. Nu, van waar komt dat relatieve optimisme? Wel, de aard van de COVID-19-schok, die eigenlijk een gezondheidscrisis is, die door de lockdowns omgeslagen is in een ongekende schok aan de aanbodzijde, die is eigenlijk wel heel anders dan die van de financiële crisis. En belangrijk daarbij, als u dat goed wil inschatten, is dat in tegenstelling tot de financiële crisis, de ineenstorting, en we gaan zeggen de tijdelijke ineenstorting van de economische activiteit, zich gelijkmatiger situeert in zowel de industrie als in de diensten.
Terwijl de dienstensector zich in de meeste crisisperioden normaal veel beter staande houdt. Hier is bij wijze van spreken all the way over het geheel van de sectoren een duidelijke impact gebleken. Maar dat maakt het natuurlijk moeilijker om in de econometrische modellen die wij vandaag meestal gebruiken, om daar de historische relatie tussen de verwachte daling van het mondiale BBP en de verwachte daling van de handelstromen, om die parameters die we gebruiken in normale modellen, om die te blijven hanteren. Want als je zo'n historische maatstaf zou blijven gebruiken in je model, dan denk ik dat je het effect van de huidige daling van het mondiale BBP op de handelstromen vrijwel zeker zou overdrijven. Want ook al zijn die handelstromen natuurlijk hard getroffen, het blijkt toch uit de eerste gegevens over die handelstromen dat de schade waarschijnlijk minder groot is dan men had kunnen vrezen. Dat is natuurlijk belangrijk, want de handelstromen, die dus sterk door die industriële parameter worden bepaald, ja, die handelstromen hebben natuurlijk een sterke impact op de maritieme activiteit. Wat de impact zal zijn op de totale Belgische havenactiviteit is eigenlijk moeilijk in te schatten. Wat we wel kunnen doen, is een kijkje nemen bij de grootste Belgische haven, waar 70% van de Belgische maritieme cargo passeert, Antwerpen. En slide 14 geeft u dat. Hè. Dus gisteren heeft de haven van Antwerpen in een persbericht laten weten dat de totale goederenoverslag in het eerste semester van 2020 tegenover dezelfde periode van vorig jaar, van 2019, gedaald is met 4,9%. U ziet daar op de grafiek iets anders, het aantal shifts verricht door de havenarbeiders. U ziet dat die natuurlijk stevig is gedaald. Maar eigenlijk, als je kijkt tot en met eind mei, ja, die cijfers zijn niet zo slecht of niet zo flink gedaald, zo enorm gedaald, als tijdens de financiële crisis, waar ze sneller en op een veel lager niveau, tot een veel lager niveau zijn gedaald. Let op, hè. Ik ga hier niet zeggen dat het allemaal geweldig meevalt. Het is even afwachten, want bijvoorbeeld de daling van de gepresteerde diensten in de maand mei alleen al is enorm. Maar we hebben natuurlijk wel de gewoonte om daar glijdende gemiddelden op los te laten. En dus blijf nog even afwachten hoe zich dat in de komende maanden gaat ontwikkelen. Maar onthoud toch alvast dat ondanks de klap, die ik zeker niet te veel wil relativeren, dat die niet de dimensie heeft van deze van tijdens de financiële crisis. Nogmaals, het is te vroeg om victorie te kraaien, maar de impact van de COVID-19 zou op het eerste gezicht minder groot kunnen zijn dan die van de wereldwijde financiële crisis. De vraag is natuurlijk hoe snel de heropleving van het maritieme goederenverkeer zal optreden. Tot op heden blijft Antwerpen goed overeind door haar geografische diversificatie, door de bufferende rol van de opslag en ook door de aanwezigheid van haar chemische cluster, laten we dat nooit vergeten, die de verankering van de volumes blijft verzekeren. We hebben kunnen, en dat tonen we op de volgende slide, we hebben in nauwe samenwerking met Alphaport Foca, waarvoor mijn hartelijke dank ook aan alle betrokkenen, we hebben daarmee in de tweede week van juni 2020 een onderzoek kunnen uitvoeren om de impact van COVID-19 op de havenactiviteit in Antwerpen proberen te evalueren. We hebben alleen de grote bedrijven met een maritieme activiteit aangesproken. Vooral zij die actief zijn als cargo handlers, als rederijen, als scheepsagenten en expediteurs. Ik moet erkennen dat in totaal maar een goede helft van de geadresseerde bedrijven op de enquête hebben gereageerd. We gaan ervan uit dat die relatief lage respons, toch zeker naar onze standaarden, dat die te wijten is aan de korte tijdspannen waarin we de gegevens moesten verzamelen en waarschijnlijk ook wel aan een stukje vraagmoeheid van de bedrijven. Dus handle with care, zou ik zeggen. Maar goed, wat stellen we vast? Een gemiddelde maritieme onderneming verwacht dat haar omzet zal dalen met 21% in 2020. Er is maar een kwart, dat is als je het optelt, het blauwe spieken en het rode stukje, ongeveer een kwart van de bedrijven die verwachten dat hun omzet nog in het jaar 2020 zal herstellen naar het vroegere niveau. Het merendeel, dat is dat paarse beeld, hè, het merendeel, 58% van de respondenten verwacht zelfs geen herstel naar het niveau van voor de crisis voor het tweede kwartaal van 2021.
Uit de survey blijkt ook dat 1 op de 2 bedrijven gebruik maakt van de tijdelijke werkloosheidsregeling voor hun werknemers. En logischerwijs maken bedrijven die een grotere omzetdaling hebben... ik weet niet of u het hoort, maar mijn hond is aan het dromen en hij is aan het blaffen. Max, het is oké, jongen. Het is goed. Het is oké. Mijn hond was al zo geweldig geboeid door het havenrapport dat hij in slaap is gevallen. Maar hij begon ineens een beetje lichtjes te grommen. Waarschijnlijk in zijn droom zit hij achter een of ander konijn. Maar het is terug allemaal goed. Waar was ik? Ik was aan het spreken over de tijdelijke werkloosheidsregeling van de werknemers. En diegenen die de grootste omzetdaling hebben geregistreerd, die hebben natuurlijk het meest gebruik gemaakt van die regeling. En zij hebben ook aangegeven dat zij een deel van die tijdelijke werkloosheid zullen omzetten in permanente ontslagen op het moment dat de tijdelijke werkloosheidsregeling afloopt. Dus ik moet ook erkennen dat als we iets onthouden hebben van de vorige crisis, dat het risico dat een impact die blijvender is in termen van tewerkstelling, dat risico wel degelijk aanwezig is. Een volgende slide, nog steeds met betrekking tot die enquête die we samen met Alpha Port Foca hebben gehouden, toont eigenlijk dat voor 85% van de bedrijven dat eigenlijk het element dat hen het meeste zorgen baart wel degelijk een zwakke vraag is. Dus met andere woorden, dat is de factor die echt belangrijk is voor alle bedrijfstakken en waar we moeten hopen dat die vrij snel terug kan aanslaan. Dat geldt voor alle sectoren. 44% van de bedrijven geven aan dat zij liquiditeitsproblemen ondervinden. En dat is zowel bij de kleinschalige bedrijven als bij de grote een melding. 44% is dus ook niet niets. Hè. 18% heeft moeite met de toepassing van de sociale afstandsmaatregelen. Ik heb de neiging om te vinden dat dat vrij behoorlijk is. Dat toont dat er een vrij goede resilience is geweest en een aanpassingsvermogen van onze bedrijven. Maar wie weet kan daar straks in de Q&A meneer Van der Meijeren iets over zeggen. Maar in ieder geval, of tenminste nee, hij kan niks zeggen, hij kan niet schrijven en dan zal ik het voorlezen. En 15% hebben te maken met bevoorradingsproblemen. Personeelstekorten, u ziet dat daar, het staat als een mogelijkheid, maar de schaal geeft niet aan dat er bedrijven zijn die daarover spreken. Personeelstekorten werden dus door de ondervraagde bedrijven niet als een punt van zorg opgemerkt. Dan wat de investeringen betreft. Meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven ziet zich gedwongen een aantal van hun investeringsplannen uit te stellen. Om precies te zijn, 30% had hun oorspronkelijke investeringsplannen uitgesteld tot later, in 2020 of 2021. Terwijl 26% spreekt over een uitstel naar een latere, nog ongekende datum. Wie weet, altijd opletten dat uitstel geen afstel wordt. In onze steekproef zegt 29% dat het zijn investeringsplannen zonder enige vertraging zal voortzetten. Voilà. Wie bij het later herbekijken van deze webinar de conclusies nog eens op een rij wil hebben, die moet gewoon dit beeld even bevriezen. Ik zou willen concluderen met te zeggen, 2018 was voor de Belgische havens, zeker in vergelijking met de concurrenten, en gelet ook op de economische conjunctuur, zeker geen slecht jaar. De enigszins dalende investeringscijfers die mogen niet doen vergeten dat de inspanningen van de afgelopen 5 jaar al vrij belangrijk waren geweest. Wat ik in ieder geval hoop, dat is dat het rapport van de Nationale Bank nog maar eens een goed overtuigingsstuk kan blijken waaruit beleidsmakers het enorme economische belang van de havens voor de Belgische economie mag blijken. Als ik op mijn laatste slide het woord resilience, u ziet het daar onderaan, als ik op mijn laatste slide dat woord resilience durf te gebruiken, veerkracht, dan is dat eigenlijk onder andere omdat ondanks de impact van de coronacrisis op de productie en op de logistieke ketens en ook ondanks een massieve daling van de vraag als gevolg van de pandemie waar we mee geconfronteerd zijn, ondanks dat alles
zijn eigenlijk onze havens 100% operationeel gebleven. En dus dat is toch eigenlijk een prestatie die we moeten met een eresaluut beantwoorden. Men heeft de werkgevers, de werknemers, de partners rond de tafel, iedereen die betrokken was, ook vanuit, laten we zeggen, autoriteiten en diegenen die een en ander in goede banen moesten helpen brengen. Ja, is men er toch in geslaagd om die operationaliteit te handhaven. De snelheid van herstel is onzeker, maar bij de totale goederenoverslag, bijvoorbeeld in de haven van Antwerpen, we hebben dat daarnet getoond, zijn al de eerste tekenen van herstel zichtbaar. Natuurlijk, laat ons maar met twee woorden spreken, dat kan op elk moment onderbroken worden, mochten er nieuwe uitbraken van het coronavirus komen. En net daarom is de impact voor de Belgische havens nog onzeker. Het hangt eigenlijk allemaal af hoe snel COVID-19 wereldwijd kan worden teruggedrongen en hoe snel een medische oplossing kan worden gevonden. En ja, u weet dat economisten beter zijn in het uitleggen waarom hun voorspellingen niet zijn uitgekomen dan in het voorspellen zelf. Maar als we nu al voorzichtig moeten zijn met voorspellingen, dan is het toch ook nooit fout om ambitieus te zijn, om voluntaristisch te zijn, om hoopvol te zijn voor de Belgische havensector. Goed, rest mij voor het aanbreken van de Q&A in deze webinar alleen nog maar u te bedanken voor uw aandacht. U te wijzen ook op het feit dat u het rapport zelf zult kunnen consulteren. Niet meteen, maar pas vanaf 15 uur. U heeft dus eigenlijk hier nu een kleine preview. Maar pakweg vanaf 15 uur kunt u het verslag, het rapport, trouwens ook de opname van deze webinar en de slides, die gaat u kunnen consulteren op de website van de Nationale Bank van België. Goed, en dan wil ik graag nu de regie in handen geven van de hoofdauteur van het rapport, Ilse Rubrecht. Zij heeft, of ze is bezig met uw vragen en uw opmerkingen zo goed als mogelijk te capteren. Zij kent het rapport beter dan ik nog, ze heeft het zelf geschreven. En ze zal ook uiteraard niet schromen om mee te doen aan het beantwoorden van uw vragen. Dat zal de precisie van die antwoorden trouwens ten goede komen. Maar ik ben zelf uiteraard ook beschikbaar voor uw reacties. En bij deze wil ik u alvast bijzonder hard bedanken voor ten eerste diegenen die het gedaan hebben, uw medewerking aan dit rapport. En voor diegenen die meegeluisterd hebben vandaag in dit webinar, voor uw aandacht. Dank u wel. Ilse. Je staat op mute. Mijn excuses. Ja, dat is de meest uitgesproken zin deze weken. Je staat nog op mute. Dat is, waarschijnlijk zal dat de vandalen halen. Dag allemaal. Het klopt. Er zijn ondertussen een paar vragen binnengekomen. En effectief een vraag die we ook verwacht hadden. Meer bepaald zijn er inzichten over de impact van de Brexit. Nu, daar kunnen we wel iets over zeggen. We hadden die vraag ook halvelings verwacht en daarom een slide van gemaakt. Misschien kan die slide getoond worden. Dank u wel. Wat ik daar moet over zeggen is, de Nationale Bank heeft wel degelijk een simulatieoefening gemaakt, waarbij ze in die resultaten een licht probeert te werpen op de kost voor de Belgische economie in zijn geheel en er niet in geslaagd is om zo'n oefening te doen voor de Belgische havens as such. Waarom? De laatste was niet zo mogelijk omwille van databeperkingen waar we mee te kampen hadden. Nu, die tabel geeft dus de middellange termijn impact van de Brexit op de Belgische economie op zijn geheel weer. En de tabel gaat hierbij een verschil aantonen tussen een basissituatie en een alternatieve situatie. De basissituatie is die waarbij het Verenigd Koninkrijk volledig lid van de Europese Unie zou blijven. De alternatieve situatie is waarbij het Verenigd Koninkrijk de Unie verlaat. Nu, we maken hier een onderscheid tussen een soft en een hard Brexit. Dus je ziet daar twee kolommen.
met twee verschillen, met FTA en WTA. FTA staat voor een soft Brexit. Dat is als Europese Unie erin slaagt om met het Verenigd Koninkrijk een goede free trade agreement op te zetten. En in het model is men uitgegaan van een agreement zoals deze die de Europese Unie heeft met Canada, omdat dat eigenlijk het beste handelsakkoord is dat de Europese Unie tot nu toe heeft opgezet. En het WTO-scenario is eigenlijk het meest slechte scenario. Als de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk er niet in slagen om tot een goede deal te komen, of helemaal tot geen deal te komen, dan gelden de WTO-regels, dan is het WTO-scenario van toepassing. Nu, het is belangrijk om hierbij te vermelden dat alle andere mogelijke schokken hier niet in het model beschouwd worden. Of je kunt het ook anders stellen. Je kan ervan uitgaan dat dan andere schokken in beide scenario's hetzelfde zijn. Daarmee wil ik zeggen, in het basisscenario waarin het Verenigd Koninkrijk nog altijd in de Europese Unie zit, het alternatieve scenario waar ze uitgetreden is. We gaan hier ook de middellange termijn impact bespreken. Dat wil zeggen eigenlijk de impact gecumuleerd over een periode van 5 jaar. Waarom gaan we kijken op middellange termijn? Omdat allerhande aanpassingen die gebeuren in prijzen, in export, investeringen, dat is niet iets dat gebeurt van de ene dag op de andere. Dat kan jaren duren vooraleer alle nodige aanpassingen in de economie gebeurd zijn. Natuurlijk zullen die aanpassingen sterker zijn in het begin en langzaam in kracht afnemen. Nu, als we kijken naar het WTO-scenario, dus naar de rode omcirkels, dat is de situatie met een harde Brexit, dus waar Europese Unie Verenigd Koninkrijk niet tot een goede onderhandelingsdeal komen, dan kunnen we stellen dat de Belgische economie een BBP zal kennen in reële termen, dat na 5 jaar een niveau zal hebben dat 0,7% lager ligt dan het niveau dat zij zou gerealiseerd hebben indien het Verenigd Koninkrijk toch nog een onderdeel van de Europese Unie zou geweest zijn. Terwijl bij een free trade agreement scenario het BBP maar 0,3% lager zou liggen. Natuurlijk, de vraag is, waar gaan we ergens stranden? Waarschijnlijk niet in het meest gunstige scenario, waarschijnlijk ergens tussen de twee scenario's in. U ziet, er is ook een heel significante impact op de exportstromen en op de importstromen. Dat is een beetje een beeld voor de Belgische economie. Dat zegt niks over de Belgische havens. Het enige wat we hieruit kunnen besluiten is, een Belgische haven zoals bijvoorbeeld de haven van Zeebrugge, die veel meer handel gaat drijven met het Verenigd Koninkrijk dan een gemiddeld Belgische onderneming, zal natuurlijk een veel sterkere impact ervaren dan de impact die we hier zien. Ik ga eens kijken of er ondertussen andere vragen zijn binnengekomen. Ja, ik merk dat er mensen zijn die natuurlijk vragen naar specifieke cijfers over specifieke havens. Daar stel ik iedereen natuurlijk gerust. Net zoals vorig jaar kun je haven per haven, de grootste en de kleinste, je eigen cijfers, met niet alleen trouwens met betrekking tot de drie parameters die ik genoemd heb, toegevoegde waarde, investeringen en tewerkstelling, maar ook bijvoorbeeld hoe het zit met de return on investment van de bedrijven die gevestigd zijn in een bepaalde haven. U kunt die allemaal uiteraard terugvinden. Hè. Dus het rapport zelf is bedoeld om ook specifiekere cijfers te kunnen geven. In de presentatie hebben we, anders dan misschien gebruikelijk is wanneer wij een paar presentaties doen op specifieke locaties, getracht van het geheel van de havensector zoveel als mogelijk in beeld te brengen. Omdat we nu natuurlijk ook met een volledig grote groep zitten. Ik hoop eerlijk gezegd dat corona ons toelaat om volgend jaar opnieuw een licht aangepaste presentatie per haven te doen die we aandoen. Vraag nu niet allemaal dat ik volgend jaar bij jullie speciaal langskom, maar we trachten toch een soort
ronde te doen om af en toe in contact te kunnen komen met ook de bedrijfsleiders die bij jullie gevestigd zijn. En dat doen we graag door eens een keer naar u toe te komen. Antwerpen heeft, en dat is noblesse oblige, heeft het voordeel van eigenlijk bijna elk jaar uiteraard een plek te zijn waar we graag naartoe komen, want laat ons dat toch ook niet vergeten. Antwerpen is wat dat betreft toch wel de belangrijkste haven voor het geheel van de sector. Maar het is echt geen enkel probleem om bij gelegenheid eens een keer naar de haven te komen waar u actief bent. Want ik geloof ook dat de mensen van de haven van Antwerpen blijven bevestigen en erkennen dat zelfs de kleinste haven, zelfs een binnenhaven, deel uitmaakt van een netwerk. Soms ook dankzij een stukje binnenvaart die toelaat om het hinterland te bedienen. En die mee deel uitmaakt van een aantrekkelijk logistiek platform dat België en Vlaanderen kan zijn op het niveau van het gebruik van de waterweg. En dat is in de toekomst uiteraard iets dat zal blijven. Dus we zijn wat dat betreft niet exclusief, maar we hebben in deze presentatie, dat zult u wel begrijpen, behalve die fameuze slide nummer 10, hebben we eigenlijk gevonden dat we een klein beetje een beeld van de gehele sector moesten trachten te geven. Zijn er nog vragen? Er is nog een vraag van iemand die stelt of er ook vragen in de bevraging naar de maritieme bedrijven toe. Gepolst is naar de impact op faillissementen. Nu, dat is niet gebeurd. We hebben onze bevraging expres heel, heel kort en gelimiteerd gehouden om bedrijven niet af te schrikken. Maar dat is natuurlijk een heel pertinente vraag. En daar, op dat vlak hebben we totaal geen idee. Het enige wat we kunnen stellen is dat we zien dat de bedrijven die verwachten een grootste terugval verwachten in omzet, dat die ook meer gebruik gaan maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid. En zij geven ook aan, vooral de bedrijven die een groter omzetverlies verwachten, dat de kans reëel is dat een deel van die op tijdelijke werkloosheid gezette werknemers mogelijk kunnen definitief ontslagen worden. Geeft natuurlijk wel aan dat het bij die bedrijven iets moeilijker is om overeind te blijven. Maar een faillissement is natuurlijk wel nog een stap verder. Dus ja, daar kunnen we natuurlijk jammer genoeg niet op antwoorden. We zijn ook zeer welkom in Zeebrugge, Steven, voor een presentatie te geven, lees ik. Waar kunnen we de cijfers vinden? Dus u ziet de link naar de website van de Nationale Bank. Daar zal de presentatie, de webinar, maar ook de working paper geplaatst worden vanaf 3 uur in de namiddag. Misschien nog een woord over die vorige vraag, want ik ben nu ook eventjes naar die vragen aan het kijken. Het is logisch dat men over liquiditeit en dan denkt men aan faillissementen. Natuurlijk, het is ook een kwestie van solvabiliteit. En de maatregelen die tot nu toe zijn genomen door de federale en de Vlaamse regering, in een eerste fase hebben die sterk gewerkt op liquiditeitsvraagstukken, betalingsuitstel en zo. Natuurlijk, voor de gezondheid en het overleven van een bedrijf komt op zeker ogenblik de solvabiliteit ook aan bod. En dus we zien dat er best wel wat pogingen en inspanningen zijn, maar dat is eigenlijk zodanig ongoing, om Ilse te parafraseren, het havenrapport 2018 en de actualisering die we hebben proberen te doen met betrekking tot de impact van corona, dat ons dat nog niet heeft toegelaten om daar een goed beeld van te vormen. Het is duidelijk dat de Nationale Bank ook in contact blijft met de havensector, want ja, dit is het verslag 2018, maar we zijn bij wijze van spreken vanaf morgen weer bezig met na te denken over hoe ons volgend verslag eruit zal zien. En we zullen met u in contact blijven om te kijken ook of de maatregelen die door de overheid zijn genomen, of die voldoende beantwoorden aan een aantal concrete doelstellingen, niet alleen in termen van liquiditeit, maar ook in termen van solvabiliteit. Ja,
Oostende wil ook dat ik een keer kom, zie ik. Ja, dat is voorspelbaar. Maar dus iedereen... We zullen in ieder geval zorgen dat we mogelijkheden blijven voorzien. Maar laat ons nu eerst nog even corona afwachten. Kan er zich een verschuiving van activiteiten tussen de havens voordoen? Vraagt iemand. Ik zou willen... Maar u gaat vinden dat ik een heel politiek antwoord geef en dat is mijn bedoeling niet. Maar minstens op niveau van de vaststellingen moeten we denk ik erkennen dat als wij als Belgische, Vlaamse sector in mondiaal opzicht een interessant aanbod willen geven voor het geheel van de bedrijven die met ons te maken hebben, dan zal complementariteit echt wel een enorm belangrijk woord zijn. Dat wil eigenlijk ook een klein beetje zeggen, mekaar stroeven durven uitspelen en ook op zoek gaan naar manieren, niet om elkaar vliegen af te vangen, maar in tegendeel om binnen bepaalde specialisaties te tonen dat we de beste zijn in bepaalde dingen. De ene haven is in bulkgoederen beter, de andere is in weer andere aspecten van de logistieke ketting excellent. En dus verschuivingen tussen de havens, ik heb het gevoel dat die vandaag reeds geëxploiteerd worden, maar misschien nog niet zoveel als wel zou kunnen. En dat heeft ook alles te maken met het organiseren van een platform waarin een eerlijke en een volwassen samenwerking mogelijk is. U zult vinden dat zeer politiek van reactie is, maar ik geloof ook wel dat een advies is dat ook vanuit elke expert zal geformuleerd worden. We hebben er belang bij om onze troeven uit te spelen, want we moeten toch wel vaststellen dat het geheel van het netwerk een bijzonder aantrekkelijk beeld geeft om België als logistieke draaischijf te kunnen blijven handhaven. Maar dus nogmaals, ik wil die vraag interpreteren niet zozeer als wordt er onder elkaar bikkelharde concurrentie of tegenwerking georganiseerd en eerder is er een kans om onze complementariteiten nog beter uit te spelen. U ziet dat eigenlijk ook als u in het rapport gaat kijken naar de verdeling van de verschillende sectoren binnen elke haven, met zo'n fameuze diamantdiagram, zo'n ruit, dan merkt u eigenlijk ook wel dat er verschillende karakters zijn in de verschillende havens. En dat niet alleen slaat op de dimensie, maar ook op datgene waarin men zich historisch gesproken gespecialiseerd heeft. Ondertussen, Ilse, nog een vraag gezien, maar je moet u wel uit je mute zetten. Er is nog een vraag binnengekomen hoe de Belgische havens zich handhaven tegenover de andere Europese havens. Nu, we hadden daar een kleine slide over gegeven in het begin van de presentatie, die natuurlijk wel slaat op het goederenverkeer. En daar Sam, je moet misschien eens teruggaan naar, ik denk dat slide 5 of zo was. Ja, vroeger. Ja. En daar kunnen we toch wel stellen dat in de haven... Nog vroeger. Nog. Helemaal in het begin. Ja, deze. Dank u wel. Daar kunnen we stellen, als we de Belgische zeehavens bekijken in de Hamburg-Le Havre range, dat zij het niet slecht doen. Dat zij toch wel... hun competitiviteit blijven verhouden en zelfs licht versterken in die range. Bij de Belgische inlandse havens, die vergelijken we dan liever met Duisburg en Parijs, daar zien we dan vooral het laatste jaar een inhaalbeweging. Dus we kunnen toch wel stellen dat onze Belgische havens wel hun best doen om concurrentieel overeind te blijven, zeker weten. Natuurlijk rekening houden, dit is een heel belangrijke, dat is die ruggengraat, hè, dat is die cargo traffic. Maar dat zegt niet alles over, laten we zeggen, alles wat te maken heeft met extra rendement, extra toegevoegde waarde. Dat kan ook slaan op een meer kwantitatief verhaal. Maar als je kijkt naar de grafiek, dan zie je dat ten opzichte van 5 jaar geleden, of 5 jaar daarvoor, in 2018, de toename in de Hamburg-Le Havre range
zich situeert ergens op 107 of zoiets, 107%. Dus een toename met 7. Terwijl we makkelijk aan 17 zitten in termen van de stijging van onze Belgische zeehavens. Dat is toch eigenlijk een kloofje, of een kloof, mag ik zeggen, van 10 extra percenten die we in termen van cargo traffic hebben gekend. Is natuurlijk ook weer grotendeels het werk, denk ik, van de grootste haven. Hè. Goed, het is ondertussen 2 voor 1. Ilse, ik spreek onder uw controle, maar ik denk dat je de meeste vragen die zich aandienden, dat je die genoemd hebt. En dan ga ik, omdat we beloofd hebben dat we dit in een uurtje gingen beklinken, ga ik inderdaad Sander aanmoedigen om terug naar die laatste slide te gaan, waar u nog altijd onze referentie vindt, waar u vanaf 3 uur de data kunt terugvinden. Rest mij nog om u werkelijk van harte te bedanken voor uw participatie aan deze webinar. Het was een nieuw experiment. Het is nog prettiger om u in levende lijven te zien en daarna nog een glas met u te kunnen drinken. Dat kan dit jaar niet, maar volgend jaar halen we dat in. Maar alsjeblieft niet allemaal tegelijkertijd. Maar volgend jaar hopen we dat we bij leven en welzijn de kans hebben om opnieuw te klinken op een behoorlijk goed jaar voor de havens in België. Dank u wel en tot ziens.